Dan hebben we nog twee personen over. Natuurlijk gaan we nu de tweede bekendmaken, maar de winnaar, onze nieuwe. En mag ik vragen aan de supporters om in de zaal te blijven totdat de mensen van de pers de foto's genomen hebben. Onze nieuwe Prins Carnaval, de 49ste prins van de Orde van de Vlaskapelle, is geworden... Natuurlijk,